Het updaten van de firmware van je laptop, telefoon of decoder van digitale tv is de normaalste zaak van de wereld. Ook camerafabrikanten brengen regelmatig firmware-updates uit. De firmware van je camera updaten doe je om fouten in de besturing te herstellen of om extra of verbeterde functies toe te voegen. Firmware-updates zijn er ook voor lenzen. Op onze website staat een aantal stappen uitgelegd hoe je de firmware van je camera moet updaten. Er staan links naar camera- en lens-updates van alle grote merken. Nou, ik heb hier de Nikon V1 en daarvan ga ik zometeen de firmware updaten. En dat doe je in een aantal stappen. Stap 1 is dat ik op de website van, in dit geval Nikon, ga kijken of er een firmware update voor mijn camera is. En het type camera wat ik heb is de Nikon 1V1. En er is inderdaad 8 augustus een firmware update uitgekomen voor dit toestel. Het is natuurlijk wel handig voordat je die firmware gaat updaten dat je ook even checkt of die niet al op je camera staat. Het bespaart toch een hoop tijd. Bij de website van Nikon zie je ook staan wat er dan precies gebeurt zodra je de firmware update hebt gedaan. In dit geval zijn er behoorlijk wat verbeteringen en wijzigingen aan het toestel. ISO-gevoeligheid en er worden een aantal problemen verholpen met deze upgrade. Dus het lijkt mij de moeite waard om het te doen. We willen dus de firmware downloaden. En dat ga ik nu doen. Ik heb nu het bestand dus gedownload. En wat we dan even gaan doen is dat we gaan hem even uitpakken. Nou, wat ik nu even ga doen is dat ik de geheugenkaart uit de camera haal. Deze geheugenkaart moet overigens geformateerd zijn. En dat had ik al gedaan. Nu ga ik dus het bestand wat ik net heb gedownload, ga ik kopiëren naar de geheugenkaart. Het bestand staat op de geheugenkaart. En vervolgens zetten we de camera aan. Volgens deze pagina van Nikon moeten we nu naar het onderdeel firmware versie. Nou, dit spreekt verder voor zich. We kiezen hiervoor ja. Eens kijken of hij het nu al gewoon doet. Je moet dus blijkbaar opnieuw even de datum en de tijd instellen. Nou, de firmware van deze Nikon V1 is nu geüpdate. Nou, het proces ging vrij makkelijk. Ik moet wel zeggen dat het waarschijnlijk niet direct merkbaar is in het gebruik van je camera dat die firmware nu opstaat. Maar deze specifieke update heeft toch wel een aantal interessante vernieuwingen. Nou, voordat je zelf de firmware van je camera gaat updaten, kleine waarschuwing, het updaten van de firmware is behoorlijk tijdrovend en het is vaak ook niet zo makkelijk, het verschil per aanbieder. Bedenk dus goed of je het de moeite waard vindt en trek er sowieso voldoende tijd vooruit, want je bent er toch wel gerust een uur mee kwijt.